Nou, ben ik er dan alweer, hè? Ongelooflijk, kijk eens, 3 keer. Loop die vast maar ergens, ga ik met jullie trainen. Of kijk eens, nu een andere video kijken, want ik ga met jullie, deze boek gaan we doornemen met jullie. Want wat staat er in dit boek, kijk eens. In dit boek staan allemaal landen over Europa. Dit is de inleiding. De oudste Europeen was een naaldhangler zo'n 200.000 jaar geleden. Oké, kijk eens, dus jullie weten dat. Wees niet kijkers aan een boekje. Met jullie. Dit is het boek. Het is vandaag 22 juli, zoals jullie het weten. Dinsdag 22 juli. We gaan dit boek met jullie doornemen. Een paar minuten kijkers en we gaan nu beginnen, kijkers. De eerste bladzijde. Schrijven we open, zien we een man met een piemel. Dat is niet zo eerlijk, maar dit is. Het is allemaal uit de. Uit de zoveel eeuwen geleden, kijkers, dit is ongelooflijk. Ja, kijkers. Een man met de piemel. Jezus, nou ja, kijkers, ik ga niet een man met de piemel zeggen. Wat is het volgende? Hier, kijk. Jullie zien hier allemaal lekkere cakejes en wafels. Zien jullie hier. Ja, kijkers, het is... Kijk eens, deze stad. Dit is de inleiding, kijk eens. Pak het fantastisch aan. Kies waar je naartoe gaat en wat je ter plekke wilt zien. Ja, kijk eens. En dus dat. Armen van de bron. Oh, kijk eens, dit is toch ook zo lekker. Dit is absoluut lekker, kijk eens. En dus ja. Hé, hey, daar is een vitamintje onder, kijkers, maar dan ga ik niet over beginnen. Hier zie je allemaal lekker eten, kijkers. Dit is gewoon de bouwlanger. Patissier. Ja, kijkers, dit is gewoon heerlijk. Dit, kijkers, moet je zien om te geloven, want dit is Portugal. Stede 1, dat is Portugal, kijkers. Lijkt als je Portugal een mooi land vindt, kijker. Oh, wat zie ik hier? Oh, dat zijn allemaal tompoesjes of mergpijpjes. Mergpijpjes, kijkers. Ja. Hier, kijkers. Dit is toch een stad... Het is toch echt een echt heel erg mooie kijkers, zoals met jullie. Wat je ook ziet aan deze stad, kijkers, zie je gewoon dat er zoveel dingen tussen zitten, kijkers. Dit, kijkers, is Griekenland, zoals jullie het wisten. Griekenland is dit op de achtergrond. Jullie zien hier wat dit is. Dit is een stadion of zo, van Edison van Griekenland. Kijkers, nummer 3, dat is de Athena in Griekenland. Mooi hoor, kijkers. Nummer 4. Italië, kijkers. Italië. Een prachtig land, kijkers, om te wonen. Dit is de brug in Amsterdam. Ja. Dit is het musea. De musea, kijkers. Nee, joh, kijk eens. Hé, wat hoor ik daar, kijk eens. Goed, kijk eens, maar ik ga nog deze met jullie doornemen. Want jullie zien dit. Dit is toch Griekenland ook nummer 1? Ja, dat klopt. Allemaal Spanje, Italië, Griekenland, kijk eens. Polen ook erbij. Jullie zien hier allemaal de beelden en de schermen. En dus dat, kijk eens. De volgende keer zijn we er weer terug. Kijk eens, dit is pas vaak niet in de sneeuw. In de sneeuw, ja. Kijk eens.
Ja, kijkers, dus dat is inderdaad de reden. Kijkers, ja, waarom doe ik nou zo met mijn voet? Het is toch vanavond. Denk zo, morgen komt mijn opa. Ja, kijkers. Mijn opa. Oh my god, kijk eens, ik ben gewoon een beetje moe, maar kijk eens, ik ga nog door. Nou, doe ik nog één bladzijde, kijk eens, en dan is het wel klaar. Het is heerlijk toch, kijk eens. Al deze bergen bij elkaar. Dit is toch heerlijk toch, kijk eens. Jullie moeten dit geloven, kijk eens, dit is echt prachtig mooi. Dit was het Europa-boek die ik met jullie heb doorgenomen. Oké, kijkers. Ik wil je graag bedanken voor het kijken naar deze video. Tof dat jullie hebben gekeken. En morgen gaan we natuurlijk weer een reageervideo doen. Ik weet nog niet wat, maar ik ga het jullie al een keertje uitleggen. Like, adios.